leren. En die drie grote wegen, die pakken onze gemeente een beetje in. En als het daar zeer druk wordt op die gemeente, dan weten jullie dat ook, dan wij door strijden door Bart Lombeek en onze lieve vrouw Lombeek plots heel wat sluipverkeer. Dat zijn auto's die de kleinkinderen weg te nemen om rappen te maken. Maar als de minister samen met ons, want wij werken graag aan mobiliteit, de minister ook, als wij daaraan samenwerken, dan kunnen wij van onze gemeente een leefbare gemeente maken met veilige scholen. Veilige scholen, daar kom ik nu. Want jullie directrice, mevrouw Peggy, samen met alle leerkrachten, die zitten al een tijdje samen met het gemeentebestuur te denken rond veilig rond je school kunnen spelen, werken en dergelijke meer. En in januari hebben jullie een dagje vrij afgehad en jullie leerkrachten samen met de directeurs van alle Roosdaalse lagere scholen, en dus de mensen van de pers, dit is echt een unicum. Roosdaal is de enige gemeente in Vlaanderen waar alle leerkrachten van alle lagere scholen het diploma van gemachtigde opzichter hebben behaald. Gemachtigde opzichter, dat wil zeggen dat ze op sommige momenten een beetje mogen doen wat de politie ook doet. Niet bekeuren, maar wel het verkeer regelen, zodat dus jullie veilig door het verkeer kunnen. Jullie juffen die er nog een en ander in de klas. Want daar gaat Schepen Wim Hoosjes, die eigenlijk verantwoordelijk is voor onderwijs, iets meer over vertellen. En Schepen, ik geef u graag de eer en het genoegen om ook iets voor de klas te staan. Eigenlijk onderwijs. Dagelijks is eigenlijk ons onderwijs, en dat zijn vooral de lagere school bezig met het opvoeden van de kinderen rond verkeersveiligheid. Want het is natuurlijk heel belangrijk als de kinderen met de fiets of de voet naar school gaan, dat ze natuurlijk zich veilig op de weg kunnen begeven. En vandaar is eigenlijk ook het idee gekomen van onze juf Elke om mee te doen aan de wedstrijd. Want iedereen weet, er zijn ongeveer 2000 lagere scholen hier in Vlaanderen, waar eigenlijk een dergelijk initiatief kan getoond worden. En juf Elke, ze staat in het midden van onze klas. Ik weet zeker dat ze ook graag van voren wil staan. Die heeft meegedaan aan de wedstrijd en wij waren natuurlijk, of wij waren uitgekozen om eigenlijk vandaag die lessen te mogen geven en eigenlijk ook wel om de minister te mogen ontvangen hier in ons mooie Roosdaal. We hebben 3 vestigingsplaatsen hier in Roosdaal. Pavel, Strijden en onze lieve vrouw Lombeek. Jammer genoeg zijn de kinderen hier van deze grootste plaats, vestigingsplaats, op bosklassen. Die zijn aan het genieten van het mooie weer. Gelukkig zijn die van Strijden en die van onze lieve vrouw Lombeek naar hier gekomen om vandaag de lessen te kunnen volgen. Ik zou zeggen, juf Elke, dikke proficiat. Op deze manier kunnen we ook onze school nog een keer op de kaart zetten. Het is een mooie, mooie uitstraling voor onze gemeenteschool. We hebben ook vrije scholen waar heel goed gewerkt wordt rond de verkeersveiligheid. Ik denk dat ik nu het woord moet geven aan de minister. Oké, dank u. Eigenlijk, minister, weet jullie wat de minister eigenlijk doet? In de supporter van Anderlecht, jij bent een verstandige jongen, denk ik. Weet jij wat de minister doet? Nee, weet je niet. Wat doet eigenlijk een minister? Want ik ben bevoegd voor mobiliteit, openbaar werken, toerisme, Vlaams land en dierenwelzijn. Bijvoorbeeld dierenwelzijn, wat moet ik proberen te doen? Ervoor te zorgen dat er voor de dieren goed gezorgd wordt en dat diegenen die dieren mishandelen, want zo zijn er nog wel mensen, dat die daarvoor ook bestraft worden. Maar op vlak van mobiliteit en openbare werken probeer ik maximaal ervoor te zorgen dat er minder files zijn, wat al moeilijk is. Maar vooral ook dat we een veiliger verkeer hebben. Want er zijn nog altijd heel wat ongevallen. Mensen, ook kinderen die betrokken raken, in ongevallen, gewond raken of zelfs erger. We moeten dat maximaal trachten te verhinderen. Vandaar ook dit project dat we hier vandaag samen zijn, is eigenlijk om jullie kennis te laten maken met vrachtwagen, met vrachtwagenchauffeurs. Wat doen vrachtwagens uiteindelijk? Die zorgen ervoor dat al wat dat jullie hebben, die pikken en zo, hoe komt dat tot hier? Hoe komt dat tot de school? Weet je? Met een vrachtwagen meestal. Het is belangrijk dus dat we zulke grote voertuigen dat we die gebruiken en dat we ervoor zorgen. Dat zijn natuurlijk geen eenvoudige wagens. Het zijn heel mooie voertuigen. Maar daar zijn natuurlijk ook altijd wel gevaren aan verbonden. En het is niet de bedoeling, je moet er absoluut niet bang van zijn. We moeten gewoon weten hoe dat we daarmee kunnen omgaan en kunnen zorgen voor de verkeersveiligheid. En dat is hier de bedoeling van vandaag. Om jullie eens te laten kennismaken
En we moeten zelfs een beetje een test doen, want er staan geen punten op, denk ik. Enkel, je kan vandaag enkel goede punten verdienen. En we gaan daar straks iets doorgaan, maar misschien eerst gaan we een filmpje bekijken. En als ik nu de afstandsbediening zou hebben, om op play... Ze zijn nodig voor het vervoeren van alle dingen die je dagelijks gebruikt. Zoals het bed waarin je slaapt, de tandenborstel waarmee je je tanden poetst, de tafel waar je 's morgens aan ontbijt, de potloden, schriften en boeken die je op school gebruikt en de fiets waarmee je naar school komt. Het is dus niet verwonderlijk dat er zoveel vrachtwagens onderweg zijn. Zichtbaar bent in het verkeer. En vergeet ook nooit je fietshelm. Let goed op in de buurt van een vrachtwagen, want vrachtwagenchauffeurs kunnen niet alles zien wat er rond hun voertuig gebeurt. Daardoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Maar wees gerust, met de tips die je krijgt tijdens deze film kan je veilig op weg. Sympathieke mensen zijn. We weten nu dat de wortel van Boma gevoerd worden, maar we hebben ook een paar concrete tips gekregen. En kan jij deze uitdelen? We gaan eens door enkele tips gaan, is goed zien of we ze allemaal goed begrepen hebben en een paar vraagjes daarover gaan we beantwoorden. Jullie mogen, vandaar liggen die dikke daar, om bepaalde vraagjes te gaan beantwoorden. Op het eerste blad zie je de tips die dat we daarnet op het scherm gezien hebben. Iedereen, alles eraf. De vier tips gaan we niet meer herhalen, dat weet je nog van wat we net gezien hebben op het filmpje. Maar we gaan eens proberen op het tweede blad is de vragen te gaan beantwoorden. Dus één, je mag nooit vlak voor of achter een vrachtwagen de straat oversteken. Op welke afstand ten opzichte van de vrachtwagen moet je de straat oversteken? Er staan er drie mogelijke antwoorden. Vul maar in wat jij denkt dat het juiste antwoord is. Is dat op 3,5 meter afstand van de vrachtwagen, op 20 grote stappen, of tot wanneer je oogcontact kan maken met de chauffeur? Dus vul maar in wat er volgens jou het juiste antwoord is. Oké? Twee, waarom neemt een vrachtwagenchauffeur altijd zo'n grote bocht? Is dat omdat een vrachtwagen veel ruimte nodig heeft om een bocht te maken? Omdat vrachtwagenchauffeurs dat gewoon leuk vinden? Of omdat de straten in België veel te smal zijn? Waarom denk je dat een vrachtwagen niet zo vlug kan stoppen als een gewone wagen? Vul maar in. De moeilijkste vraag, denk ik. De zeven elementen die ervoor zorgen waardoor de fiets en de fietser beter zichtbaar worden. We gaan beginnen. Jij mag de eerste aanduiden. Het hesje, daar trek ik al een cirkel rond. Jij ook. De helm is eigenlijk heel goed, is verkeersveilig, maar het is geen fluohelm. Dus daardoor ga je niet meer zichtbaar worden. Dus het is altijd goed, moet je altijd gebruiken. Maar als je er een neemt, is het misschien nog veel beter als je een fluohelm neemt. Dan word je ook niet alleen verkeersveiliger voor jezelf, maar ook nog zichtbaarder en dus nog veiliger. Maar deze gaan we niet meetellen, we gaan een andere proberen. Het bandje, en dat noemt naar scherm met slap wrap. Ik vind dat gewoon een fluo bandje. Dat is veel gemakkelijker. Wat heb jij nog aangeduid? Het licht van voor van de fiets. Heel goed. Wat had jij nog? Maar we zoeken nog één. Eén element is ook al moeilijker te vinden. Ja, zeg eens. Het slot. Dat is, maar dat is het niet zozeer. Dat is een blauw slot, dat valt niet zo op. Heb jij dat? Heel goed.
Heel goed. Als je kijkt in de band zelf, is eigenlijk ook een reflecterende strip aangebracht. Dat is niet zo nodig bij alle banden zo. Dus als je de keuze hebt van een band, kan je ook altijd zeggen tegen je mama of je papa, ik heb liever zo'n band met zo'n reflecterende strip in, zodoende dat we nog zichtbaarder zijn. En ik denk dat we ze dan alle zeven hebben. Is dat jullie nu denk ik, buiten kennis kunnen maken met de vrachtwagenchauffeur, maar vooral met de vrachtwagen ook zelf. Poma kon niet komen. Die moest zijn worsten nog heel het land gaan doorrijden. Maar het is wel een vrachtwagen van in de buurt, van in Ninove. En jullie zullen zien ja, hoe, echt, hoe groot dat, dat is en hoe knap dat, dat van binnen ook is. Voor een vrachtwagenchauffeur met al die zaken waar hij rekening mee moet houden. Daar. Ja. Kunnen jullie andere kinderen zien buiten? Ja. En naast de vrachtwagen? Hey jongens, dat is toch gevaarlijk, hè? Ja, daar voor ons. Ja, moet je in de spiegels kijken. Ja. Hallo! Als ik dat kan wel niet, staan we zo allemaal een beetje op en dan moet je zo kijken. Ja. En allemaal de duim opsteken. En dat we heel veilig zijn. Okay.